Hallo, daar zijn we weer met de tip van Rick. In de afdeling had ik al gezegd dat ik geweldig werk heb. Ja, dat heb ik. Want vandaag mogen we een aantal hele mooie herfstbieren gaan proeven. Herfstbier ligt natuurlijk erg voor de hand om dat voor ons vast te pinnen op bokbier. Dat is lang de enige echte Nederlandse biertraditie naast pils geweest. Maar er is eigenlijk zoveel meer dat je kunt drinken in de herfst. Passend bij die wat gure, kille, ja, naar warmte dorstende tijd van het jaar. Klassiek in Nederland kennen wij ondergistend donker bokbier met een bitterzoet element. Een schoolvoorbeeld van dat idee, Christoffel Bok. Waarom ondergistend? Eigenlijk kennen wij de hele traditie van de bokbieren uit Duitsland. Hoe die in Duitsland zich ontwikkeld heeft is een verhaal apart, daar komen we zo op. Maar in de periode dat het pils naar ons kwam, eind van de 19e eeuw, kwam ook het Münchener stijl bokbier naar ons. En dat was ondergistend. Niet per se donker van kleur, dat hebben wij er heel erg van gemaakt. En wat wij er vooral ook van hebben gemaakt is, ja, wat daarbij hoort, die wat bittere zoete geur en smaak. Ja, wat dat betreft, vind je dit volledig in de Christoffel Bok? Weet overigens, dit bier is al een aantal jaar achter elkaar uitgeroepen tot beste bok, beste dubbelbok. Hangt even af in welke categorie het zat. Blijft nog steeds voor mij een voorbeeld van de Nederlandse bok. Maar bok komt dus uit Duitsland. Ja, ergens afgeleid van Einbeck. Ja, wat toen ook wel een soort van seizoensconnotatie. Want toen kon je in de zomer niet veilig brouwen. En brouwde men aan het einde van de winter, eind van de lente, zwaardere bieren om de zomerperiode te overstemmen. Die traditie vind je nog steeds terug in Duitsland, maar daarin is het niet langer meer puur een seizoensbier. Het hele jaar door vind je dat bokbier. Zoals bijvoorbeeld de Vitus Weizenbock. Een tarwebokbier dus. En kijk, dat is helemaal niet donker. Dat ziet eruit als een regulier Hefeweizen. En, nog grappiger, het ruikt als een regulier Hefeweizen. Het smaakt als een regulier Hefeweizen. Alleen het is zwaarder. Waarom? Er zit meer alcohol in. En dat is eigenlijk wat je vaak in Duitsland vindt. Een bokbier is een steviger, alcoholrijkere variant van het standaardbier, omdat men dat vroeger maakte om die zomerperiode te overspannen. S'lands wijs, s'lands eer. Levensgevaarlijk overigens, want het drinkt als een Hefeweizen, maar er zit meer pit in. Dus het is een soort, ja, hoe zou ik het zeggen, Russische roulette biertje. Maar het kan nog weer anders. In Amerika, waar toen de immigranten daar voor het eerst aan voet aan land zetten, ze op zoek gingen naar gerst, wat ze niet zo gauw konden vinden, maar ze moesten bier brouwen, want de vaten waren leeg, ontdekte daar dat een andere bron van zetmeel waar je suiker van kon maken, zat in pompoenen. Pompoenen. Daar werden de eerste bieren mee gebrouwen. En daarvan vinden we nu een seizoensbier terug. Bijvoorbeeld van Brooklyn Brewery, de Post Road Pumpkin Ale. Pompoenen ken je waarschijnlijk wel als dat geinige decoratieve elementje rond Halloween. Dag 31 oktober is het weer zover. Dan snijd je de leuke vormpjes van kaars erin. Doodeng, die pompoenen maak je soep van. Of bier. Eigenlijk een pale ale op smaak gebracht met pompoen en daarbij nog wat extra kruiden om het geheel wat pit bij te zetten. De kruiden die stuiven er gelijk uit. Kruidnagel, kaneel, andere specerijen. En hoe proeft dat dan? Weer een totaal andere smaakdimensie. Plakkerig, bitterzoet, gepinte Hefeweizen, kruidig, rijk, passend denk ik wel bij een mooie stevige herfstschotel. Nou, in de afdeling hoe kun je met herfstbieren en bokbieren toch behoorlijk anders drinken, dare to drink different, een hele mooie selectie herfstbieren. Ik weet wel wat ik ga doen in de herfst. Genieten. Proost, proost, proost.